Waar alle lekkere dingen gemaakt gaan worden, is absoluut niet deze keuken. Waarom staat hier een wasmachine? Dames en heren, jullie zitten te kijken en denken, waar kijk ik naar? Dit is dus het nieuwe bankdienstkantoor. En zoals jullie zien, het is echt nog leeg. Dit is trouwens één verdieping van de twee verdiepingen en we hebben nog een toetje. En kijk even mensen, kijk, we laten het gewoon zien. Jullie weten toch niet waar dit is. Daar zie je de kerk van Ede. Iedereen die hier woont weet echt precies waar wij nu zitten. In ieder geval, het is hier helemaal groot, maar ook heel erg hol. Wat we gaan doen, we gaan het eigenlijk helemaal... Dat viel echt vies tegen. Het gaat helemaal aangepakt worden, tenminste dat denken wij. We gaan daar binnen, dat is die deur. Dat is de ingang van onze kantoor. Deze deur, ja, dit is echt een de plek waar ik denk ik de meeste uren door ga brengen, man. Yeah, man. Hadden wij een vrouwenwissen. Doen wij dan net als bij ons op de voetbalclub, zeg maar, ongeschreven regel, poepen doe je op de vrouwenwissen. Die wasbak, dat is echt, daar kun je echt je handen wassen. Doe je handen zoals gemiddeld. Kun je echt je handen wassen? Nee. Wat is je meegesteld? Oh, is die van je nieuwe auto deze? Nee, dat is van mijn oude. Oh, maar ik mis hem wel, man. Even ruiken voor die ook alweer roken. Oh ja, die rookt wel lekker inderdaad. Oh, ik mis hem echt. Wat heb ik hier? Een hok, maar dat gaat waarschijnlijk ook weg. Maar jou, je video's gaat op, nee. Nee, waar ik jullie van advies voorzie, levensadvies. Nou, geef er eens eentje. Het is belangrijk om de dag te plukken. Grab de dag bij de balls. Maar dit hok gaat dus waarschijnlijk weg. Dit blokkeert zoveel lief dat wij denken als eruit gejankt kan worden, dan janken we het eruit. Waar dan alle stagiaires, alle 20 de stagiaires, zoeken nog een stageplek. Onze slaven, ons kleding kunnen naaien. En neerkijken op ons voetvolk. Wat zit hier in de zaak? Ik wil even checken of het echt staat. Ja, dat was wel echt. Hier is hoek. Ik zou zelf denken, jacuzzi. Hier moet een bureautje komen en dan een hele aantrekkelijke receptioniste. Hier een bureau, zo precies voor de trap. Als je naar boven de receptionist heen moet. Ja, nou liefst wel. Ik wil af en toe wel over onze receptionist heen. Goed. Dit is een mooie trap ook hoor. Hele mooie trap. Mensen, wat jullie hier nu zien is eigenlijk een beetje hetzelfde als beneden. Het is een grijze vloer, wit plafond, groene muur. Koen. Hier komt echt het bankzitterskantoor. Ja, hier komt echt bankzitters. En hier komt waarschijnlijk, zijn we van plan om een soort woonkamer te maken. Zodat we gewoon lekker weer die vibe. Lekker lounge. Zie je lounge? Nee, shout out man, we zijn thuis. Deze hokken gaan er ook uit eigenlijk. Nou, ik denk dat deze hokken er. Ja, die gaan. Wat is hier dan? Een zonnehok. Het is wel lekker cool. Ik vind het heel cool. Wat heb je in je neus zo? Doet. Hier is ook een hok, maar deze hele verdieping wordt eigenlijk helemaal, denken we, in een soort bankzittersfeer. We hebben echt wel een idee wat we gaan doen. We zijn goed voorbereid. Maar het is wel confirmed, Roels huis is niet ons kantoor. We hebben echt een kantoor, het was geen grap, weet je wel. Nee, duur even, want we hebben zeg maar nu de sleutelpas. Maar huurde de andere man met de sleutel was gewoon kwijt. Ja, wij zoeken en maar, wie had hem weer? Ja. Leo is zijn sleutels kwijt. Zitten die in je kut dan? Dit is wel een lekker hok, vind ik. Maar een beetje cool en fris, maar er is nog iets wat veel frisser is. Zoals je ziet, Bessie dak eraf en we hebben boven een balkonnetje, daar gaan we ook maar even. Ik heb al hier kan ik in de pauze even de junkos klappen, man. Ja. Ik zeg daar de bar, dan doen we hier heel veel tafels en dan gaan we gewoon onze eigen biergarten openen. Ik heb echt medelijden met alle mensen die daar wonen. En denk, oeh, vandaag komen misschien wel de nieuwe huurders, want we zijn alles aan het opruimen. En dan komen er 5 van die gasten met van die veestoetjes op het dak. Gaan wij tegen de kijkers vertellen dat toen wij hier voor de eerste rondleiding hadden, toen vertelden we dat daar heel vaak mensen dat raam aan het neuken zijn. Jij zei, we nemen het. Ja, dat ik toen zei van, dan moeten we het wel nemen. Nee, dat gaan we niet vertellen. Hey Pino. Nou, mensen, dit is dus het nieuwe kantoor. Kun je nog een vogel? Een orangoet uit. Een koe. Nee, we hebben een auto! Oh, sorry, de automatische reactie is gewoon een stier. In ieder geval, dit is ons dakterras. Nou, één groot super. Jezus. Ik wil graag nog wel even één ding duidelijk maken. En dat is dat er nog heel veel video's natuurlijk in en om en rondom het kantoor komen. En daarvoor moet je echt even abonneren. Hoe mooi zou het zijn om een smurf te hebben op dit dakterras? Nou, dat kan zomaar gebeuren als we 600.000 subs halen. Dus abonneer je. En mensen, dit hadden we nooit kunnen doen zonder jullie. Ik wil vooral een dikke vette shout-out doen naar Mitchell. Die al 5 jaar lang onze video's kijkt, nog nooit merchandise heeft gekocht en een adblocker gebruikt. Door jou hebben we dit echt kunnen doen. Oh, dat huis staat leeg. Hé, kun jij dan niet gaan wonen? Dan een loopbrug maken. Ja. Duct tape. Zo. Oh. Ja, en dan gaat Milo eerst. Duct tape. En dan knippen wij hem door. Je wil mij ook hebben. Niet! Hey, weet je waar we echt zin in? In champagne en taart. Maar wel die hele duur. Oeh, er werd bijna productie al zo. Gelukkig zit ze nog in de proeftijd. Scheelt weer in de kosten. Wat is dit voor feesttaart? Het is geen misselijk taartje dit. Krijg je er ook dorst van of niet? Ik heb dit zonder alcohol. Heb je iets zonder alcohol? Ah, nou. Verstandig. Ik ben ook met de trein gekomen, omdat ik dacht, we gaan geen alcohol drinken. Dus nee, ik denk dan ook, ja, niet te rijden. Ik alcohol in mijn bloed en dan kan ik het. Ik ging dus met die fucking trein. Oh. Koen ging met de trein. Ja. Nou, dit is een nieuwe short. Ja. Welkom op het shorts kanaal. Ja. Mijn jas is even duur als die trein. Ja, helemaal kut. Zat je in tweede klas? Ja. What the fuck? Maar weet je wat wel het voordeel is? Je wordt zo al niet herkend op een station. Mensen kijken en denken, is dat Koen? En denken ze, nee, want ik ben op het station, dus dat kan Koen niet zijn. Hoi! Hey.
Mannen, wat een emotioneel moment, ongekend. Proost, proost. Ik dacht dat wij als vijf nietsnutten ooit een kantoor konden krijgen in het centrum van Ede-Wageningen met personeel. Mannen, op betere tijden. Proost. Op betere tijden. Op betere tijden. En ook gewoon een mooi succes en ook andere winst maken ook. Ja, heel veel winst en geld. Oh. Yes. Echt zin om de rest van de dag alleen om te zuipen.